Den Bosch in de zwarte shirts ontvangt thuis Rotterdam. Dit is de 20e minuut, de strafcorner. Schitterende turn van Nicolas Della Torre, de Argentijn. En daar komt de bal op de voeten bij Jochem Bakker. En terecht dat daar een strafbal gegeven wordt voor Den Bosch. Hier nog een keer die turn van Nicolas Della Torre. En daar het stoppen van de bal met de voet van Jochem Bakker. Strafbal, Bram van der Goesen tegenover Mark Ingram, de Ier van Rotterdam. En hij scoort heel makkelijk de 1-0 voor Den Bosch. Prima strafbal van Bram van Goesen. Dan doet Rotterdam iets terug, allemaal nog in de eerste helft. Dit is de Australiër Glenn Turner. Bal komt bij Jeroen Hesberger, de aanvoerder van Rotterdam. Gaat goed de cirkel binnen dan Glenn Turner. De bal wordt van de lijn gehaald door Gijs Campbell. En zo blijft het 1-0 voor Den Bosch. En dat is ook de ruststand. Dit is Glenn Turner, de Australiër. Dit zijn beelden uit de tweede helft. Jelle Galema hier aan de bal, overgekomen van Oranje-Rood. Dat levert een kans op voor Den Bosch, maar ook een goede redding van Mark Ingram. En zo blijft het 1-0 voor Den Bosch, maar die ploeg is wel duidelijk de betere. Want het wordt 2-0 voor Den Bosch door een schitterende actie van Nicolas Della Torre. Een van de uitblinkers van de avond. Hier met een schitterend wippertje passeert hij Mark Ingram. Niemand komt er meer aan en hij scoort de 2-0 voor Den Bosch. Terechte felicitaties voor deze Argentijn van Den Bosch. Kijk maar, het is een schitterende actie. En hij passeert daar Ingram met een listig wippertje. Schitterende goal. 2-0 voor Den Bosch. Wedstrijd bijna gespeeld. Dit is de slotfase van de wedstrijd. Imre Vos met een goede actie. Bal komt terecht bij Jelle Galema. En die heeft geen probleem om die bal in het lege doel te werken. Hij scoort de 3-0. Den Bosch wint volkomen terecht met 3-0 van Rotterdam. Rotterdam, de leiding van coach Albert Kees Maneschijn, leidt zijn eerste nederlaag van dit seizoen. Het wordt 3-0 voor Den Bosch tegen Rotterdam.